Zijn jullie erachter wat voor beestje jullie hebben gevonden? Nee, we moeten kijken. Moeten we even vragen? Een beestje met larven? Voordat we weten wat voor beestje het is. Het is een schrijvertje. Denk ik. Een schrijvertje. Ja, het zijn toch gewoon watervallen? Ja, kijk. Ja. En ze zijn ook een paar watervallen. Ze zijn nog wel klein. Ja, ik wil een kikker vangen. Zo, dames. Wat hebben jullie net gemeten? Gemeten. En hoe doe je dat? Je moest eerst met een soort van touwtje waar een plankje aan zat, moest je in het water gooien. Ja. Als je het plankje niet meer zag, dan moest je hem eruit halen en dan meten hoeveel centimeter je het zeg maar nog kon zien. En hoeveel centimeter helderheid was dit water? Wij waren uitgekomen op 45 centimeter. Oké, en is dat denk je diep of valt het mee? Nee, het is niet zo heel erg diep. Dus dat jullie conclusie is dat het water een beetje vies is hier? Ja, het is een beetje troebel. Nou oké, nog succes met onderzoeken. Wat heb je net ontdekt? De temperatuur van het water. En hoe heb je dat gedaan? Nou, je moet een thermometer in het water doen en dan gaat hij meten en dan moet je 1 minuut erin laten. En mogen we even zien? Je gooit die thermometer erin? Oh, ja. Nou, laat het zien. Zo, en dan drijft hij en dan moet je 1 minuut wachten. Oh, oké. En jullie hebben dat net gemeten. Wat kwam eruit? 21 graden? Ja, dat was het. Ah, dat is best warm. Maar dat ligt misschien ook aan het weer. Nou ja, nog succes met onder... Zo, Marijn, wat heb je in je handen? PH-papier. En hoe werkt dat? Je pakt 1 stukje PH-papier. Ja. En je houdt het 30 seconden in het water. Dan gaat het verkleuren. Even wachten. Het duurt lang. En is dat goed? Ja, dat is normaal. Oké, nou bedankt. Zo, jullie hebben weer wat nieuws gevonden. Ja. Vertel eens wat jullie hebben gevonden. Nou kijk, zitten hele kleine slangetjes in. Dat zijn koordwormen. Maar die bewegen echt heel snel. En we hebben een paar soort van luizen. En een paar spinnen. En zijn jullie trots op jullie vondst? Natuurlijk. En gaan jullie ze straks weer weggooien of gaan jullie er nog onderzoek mee doen? Nee, we gaan ze straks weer lekker vrij laten in het water.
Nou, dank je.